vertrek in de vensterbank met de Koerdische zanger Diyar Dadar. Hè? Zeg ik goed, Diyar Dadar. Maar Diyar Dadar, dat is een Koerdische vluchteling. En die woont nu al een jaar of zes in Nederland. Hè? Een jaar of zes in Nederland. En hij gaat straks zingen. Maar ik wil eerst een kort gesprek met hem voeren. Wat vind ik aan de lijn? Hallo. Hallo, dag. Wat ziet u er weer aantrekkelijk uit van al? Dank u, ja. Ja, ik voel me ook wel aantrekkelijk. Wat. U ook, trouwens. Vindt u me ook wel eens minder aantrekkelijk te uitzien? Eerst een kort gesprek met hem voeren. Wat vind ik aan de lijn? Hallo, dag. Wat ziet u er weer aantrekkelijk uit van al? Dank u, ja. Ja, ik voel me ook wel aantrekkelijk. Wat. U ook, trouwens. Vindt u me ook wel eens minder aantrekkelijk te uitzien? Nee. Fantastisch. Dank. Ja. U woont zes jaar in Nederland. Ja, u bent gevlucht uit Iranse deel, Koeristan. Uit Iranse deel van Koeristan. En omdat u daar, de Koeren worden daar onderdrukt ook, hè? Natuurlijk. Ja. Enorm onderdrukt. Ja. En nu zit u zes jaar hier in Nederland. Wordt u hier aanvaard eigenlijk in Nederland? Dat ik mij thuis voel, ja. Weet je? Ja, ik vind het prima land. Het is gewoon geen bergen, maar... Het mist je. Ja, dat mis ik wel. Ja. Maar aanvaarden de Nederlanders u ook wel? Ja, ik vind het prima. Ja, ik heb nog geen klachten hierover. Klachten, ja. Dan noemen ze kleine klachten. Dan is ik nooit tevreden, hè. Maar ik ben tevreden wel met wat ik Nederland bereik heb. Ja. Ik word geaccepteerd en gerespecteerd door genoeg mensen. Ja. En dat is het belangrijkste, je hoeft niet op iedereen geaccepteerd te worden. Nee, dat hoeft niet. Want dat gebeurt nooit. Ik ben zelf een halve pot en ik word ook niet door iedereen geaccepteerd. Dat is helemaal zo. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als je maar een paar mensen hebt die je wel echt accepteren. Ja, en dat gebeurt wel. Je zingt, zeg maar. Ik zing. Ja, en wat voor liederen? Het is een liedje, het gaat over kleurige bergen van Koerdistan. Ja. Schoonheid van bergen en die bergen die hebben het Koerdische volk beschermd, dat nog steeds blijft bestaan. Ja. En gezond nationalisme, ik bedoel niet erger dan 4 mei, nee. Bevrijdingfestival van Nederland. Het is gewoon onderdrukt volk en... Ja, en moet je gewoon uiten. Ja, oude liefde. Ja, oude liefde. En denk je dat Koerdistan uiteindelijk onafhankelijk gaat worden? Ik vind het de enige weg is, dat moet één... Eén dag, die op één dag gebeuren gewoon. Ja. Maar wij kunnen niet alleen zelf proberen, we moeten de hele wereld ons helpen. Vooral u. Ja, nou ik ben er ook voor. We moeten de handen ineen slaan en Koerdistan moet vrij! Zo. Nou. Ik hoop dat het lukt. En nu ga je zingen over Koerdistan, over de bergen. Een soort lied van heimwee en verlangen. Mag ik een hemwee naar mijn vaderland en hele Koeristan. En mensen die blijven je troosten ook hier in Nederland. Want je moet mensen opvangen die hier zo, die gevlucht zijn en die hier naar warmte snakken. Vang ze op! En lul niet zo, maar vang ze op! Het lied heet... Kleurige bergen. Shahirangaurangi Kurda. Het is een meervoud. Niet alleen één berg. Ja. De tekst ging alleen over één berg. Ja. Het bepaalde gebied van het Iraakse gebied, Goyja. Ja. Maar ik heb tegen een hele Koerdische volk. Ja. En hele bergen. Ja. Hele kleurige bergen. Oh. Niet één berg. Nee, niet één berg. Waarom nou dus één berg? Gewoon alles bij elkaar meteen. Ja. Nou, veel succes. Mag ik eigenlijk wel? Wat ruik je lekker. Dank je. Ja, ga maar lekker zingen. Wat fijner. En geniet van... Zoals zij zingen. Hij wordt begeleid door een groep ook, maar hij zingt fantastisch. Diyar Dadar. Shahirangaurangi.
mooi, ja, als je daar voor open staat. Is toch, wij zijn in Nederland eigenlijk niet gewend, dit soort muziek. Maar als je er goed naar luistert, is het echt prachtig.